Zuidzorg is een organisatie voor wijkzorg in Eindhoven en omgeving. Elk jaar leveren we aan ongeveer 9000 cliënten zorg en we doen dat met 1200 medewerkers. Nou, gezien de financiële situatie waar wij op dat moment in zaten, vonden wij het prettig om een externe partner in te schakelen om ons te helpen om in een relatief korte tijd financieel gezond te worden. En dat zeg maar ook de inzet van P5 Kom Zo was, dat wij als organisatie ook zonder hen, met het daarmee geleerde, verder konden gaan. Dus niet alleen P5 Kom of niet alleen Zuidzorg, maar echt een co-productie van te maken. We hebben zelf het idee dat we het allemaal wel goed deden, maar je weet zeker dat als je vreemde ogen daar laat kijken, dat daar andere beelden ontstaan. Het beroemde plaatje van de pijp waar aan alle kanten zeg maar het water uitspoot, van nou, daar liggen gewoon nog gaten in je bedrijfsvoering. Zorg er nou voor dat je die gaten weet te dichten. Gewoon meer duidelijkheid in van oké, waar moet ik als team aan voldoen en hoe kan ik die targets halen met ondersteuning van mijn coach. De focus ligt net iets anders dan het eerst was. Was het veel meer hoog over en nu is het veel meer in de verdieping. En ik merk dat de teams dit zelf ook gaan doen. En nu merk je door die samenwerking die heel close was, hè, ik ging weg met de medewerker van P5 op mijn pad. En hij ging met mij mee naar werk overleggen en ging met mij kijken naar dat team van hey Carmen, hoe pak jij dat nou aan? En hield me ook met het stukje sturing en monitoring en borging daarvan. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat men voldoende last had van de aanwezigheid van P5Kom in de positieve zin van het woord. Het heeft hen gescherpt om dingen te verbeteren, omdat de vinger op de zere plek werd gelegd. En je niet kon ontkennen dat dat een zere plek was. En het mooie was dat P5Kom ons vooral hielp. Maar de zorgverleners en de teams, de coaches, de managers hebben het in feite zelf gedaan. Het zelflerend vermogen is enorm toegenomen in onze organisatie. En dat hadden we niet, en zeker niet in die doorlooptijd, op eigen kracht kunnen doen. Wij waren eigenlijk een beetje uitgekeken op onze eigen instrumentarium. We hadden misschien vooraf het beeld P5Kom, een vrij harde organisatie die vooral stuurt op getallen. Getallen is natuurlijk belangrijk, maar het gaat vooral om hoe doe je het samen. Door letterlijk in een heel programma naast de teams te gaan zitten, is het ons gelukt om in een doorlooptijd van ruim een jaar de positiviteit op het door ons gewenste niveau te krijgen. En dat was ook gelijk daarmee het verder gezond maken van Zuidzorg. Dat is het effect geweest wat bereikt is door de inzet van P5Kom.